De kriekentaartjes beginnen vorm te krijgen. Al is het voor slechtzienden niet altijd even makkelijk. Toch toonden de blinden en slechtzienden zich opmerkelijk handig. De leerlingen moesten enkel professioneel advies geven. Goed doen, hè? De leerlingen hadden daar eerst eigenlijk een beetje schrik voor. Het is een beetje onbekend, zo blinde mensen of slechtziende mensen. Maar ene keer ze kennis gemaakt hebben, loopt dat helemaal vlot. En ik vind dat sociaal gezien super. Dat is fantastisch hier. Ik vind dat heel tof dat de mensen ons willen begeleiden. Omdat wij eigenlijk weinig kansen hebben om voor zoiets mee te maken. En ik vind het heel goed. Schrik om foutjes te maken hadden de blinden niet. Nee. Ik maak geen foutjes hoor. Nee. Ik doe dat heel graag. Bakken en koken, dat is mijn hobby. Om ongelukjes te voorkomen, zetten de leerlingen de taartjes toch maar zelf in de oven.